jullie met 10 mensen hier komen, dan kan je deze pakken. Als jij voor 2 personen komt, pak ik deze. Wij wonen hier met 4, met mijn man en met 2 kinderen. Hier ben ik en hier is mijn doktertje, ze heet Zinnebec, Marjana. Hier is mijn zoon, is Michael Marjana. Hier is mijn man, is Raymond Marjana. Dit is voor bakken van saus, voor vlees. Hieronder zitten we een karsje om te laten warm houden. Hier komt de saus op. Ik ga even van de keuken eventjes de Ethiopische kracht even halen. Spreek je kinderen ook de Ethiopische taal? Die begrijpen wel een beetje. Maar de meeste is meer Nederlands. Omdat ik spreek ook met mijn man thuis Nederlands taal. Dus dat zijn wel Nederlandse kinderen. Ja. Ik ben wel Ethiopisch Nederlands. Ben je alles terug geweest in die 20 jaar? Ja, voor de eerste keer na 8 jaar ben ik terug geweest. En daarna ook als familiebezoeker ben ik weer. Was dat om na zoveel jaar de eerste keer weer terug te gaan naar Ethiopië? Het lijkt zo ver, maar het is toch nog dichterbij. Hè? Dat alles gaat vanzelf. Dat als je daar bent, zeg je, oh, ik was zo ver, 4 jaar weg geweest. Daarna als de familie komt en alles, dat gaat klein binnen 2 dagen. Alles gaat normaal en dat gaat gewoon makkelijk door, ja. Hier is, ik was ook een keertje bij een dagje bij Ethiopië. Waar was het? Vertoond over het Ethiopische gemeenschap. Er zijn sieraden, schoenen, tassen, het zijn mooie sjaletjes. Ik had ook voor koningin Maxima ook een sjaal gegeven. Ik ben een fan van koningin Maxima. Wat vind je leuk aan Maxima? Wat vind je leuk van aan Maxima en Willem-Alexander? Ja, dat ze echt samen zijn en liefde en dat ze gezien en ja, dat is bijzonder, ja. En de kinderen natuurlijk. Dan zeg ik ook, Amalia, Alexia, Ariana. Ja, ik ben wel koninklijke familie ook een beetje fan van. Helemaal wit, bruiloft. En helemaal mooi. Vroeger was het met echt goud, maar nog niet meer. En hoe heb je MU leren kennen? 20 jaar geleden, toen ik liep 4-daagse. En ze komt bezoek. 4-daagse in Nijmegen? Ja. Ik wilde gewoon alles laten zien en ze is trots op mij, want toen ik was de enige Afrikaanse vrouw die 4-daagse gelopen bent. Toen ik in mijn land was, ik loop heel veel. Ik hou van wandelen in de bergen en ik ben gewend. Je houdt altijd van wandelen? Ja. En zonder training. Helemaal geen blaren. Ja. Dat is heel goed. Dank u wel. Leuk. En als je mensen uitnodigt om te dansen, zo doe jij. Als ik geen jou, dan ga ik gewoon dansen. Ja. Wij dansen ook meer met schouders. De schouders. Het is in de bevolking van normale dansen. Ethiopisch kunstwerk. Die kunstenaar heet Afwerk Tekle. Als jullie naar Afrika Unie binnenkomt, in de zaal, staat deze tekening. Schilderen. In 1960, veel Afrika waren onder kolonie. En vanaf 1960 die zijn onafhankelijk geworden. En Ethiopië is het enige land nooit onder kolonie geweest. En vandaar alle landen die onafhankelijk zijn, die hebben de vlag van Ethiopië overgenomen. In veel Afrikaanse vlag zit groen, heel en rood. Het is een bord, zeg maar, en tegelijkertijd ook een tafel. Dit is van de kleinste, we hebben we hele grote, dat wij met gezamenlijk eten. Iedereen krijgt 1 eieren en 1 bot. Ja. En je pakt zo groot. Dat gaan we de game. Ja. Niet alleen eentje, 2. Zo. Dank je wel. Respect voor de gast.